Ook de tweede wandeling over de Sentiero Azzurro, het wandelpad dat de vijf dorpen in Cinque Terre met elkaar verbindt, begint voor ons in Corniglia, dat hoog op een rotsplateau ligt. Om het plaatsje te bereiken zullen we eerst met vele anderen 382 traptreden moeten beklimmen. We lijken net mieren die tegen een steile wand omhoog kruipen. Het is beslist een grappig gezicht, met op de top nog een mooi compliment voor het behalen van de top. Corniglia is het kleinste dorp van de Cinque Terre en is via het wegennet moeilijk bereikbaar. We dwalen door de leuke straatjes en komen zo bij het uiterste puntje met een erg mooi zicht over de kust. De enorme wijnvelden in dit gebied zijn spectaculair tegen de steile heuvels aangeplant. Soms op een helling van wel 50%. De wandeling is zeker met dit warme weer best pittig. Het noopt ons zo nu en dan tot uitrusten. Het zijn wel die momenten waarop we volop kunnen genieten van de mooie uitzichten die we hoog bovenop de klippen krijgen voorgeschoteld. Als het hoogste punt is bereikt, slaken we toch even een zucht van opluchting en beginnen in versneld tempo aan de afdaling naar Vernazza. Het zicht op het in zee uitstekende deel van het Romeinse Vernazza is precies zoals het in alle folders wordt getoond. Mooi, kleurrijk en stijl. Wat wij vooral willen, is een engeltje op de tong. En dat is voor ons, na de vermoeiende, maar ook prachtige wandeling, een heerlijk koud pilsje.